Mijn naam is Bram Arnoutse. Toen de oorlog in Nederland begon, was ik 13 jaar. Mijn ouders, mijn broer Willy en ik woonden in Bergen-op-Zoom. In het begin begreep ik het allemaal niet zo goed. Ze veroveren alles maar. Hoe kan dit? Mijn oudere broer Willy, die toen 17 jaar was, sloot zich al snel aan bij het verzet. Ook mijn ouders gingen in het verzet. Hun belangrijkste werk was het vervalsen van persoonsbewijzen. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was dit direct te merken. Er zaten zelfs kinderen van NSB'ers bij mij in de klas. Daar wilde niemand iets mee te maken hebben. Als er bij gym teams werden gekozen, wilde niemand hen in het team hebben. Achteraf besefte ik dat die kinderen daar natuurlijk ook niks aan konden doen. Op een avond, toen we zaten te eten, werd er aangebeld. We hadden geen idee wie het kon zijn. Willy deed de deur open en zag twee mannen staan. Hij had gelijk door dat het goed mis was. Hij probeerde nog te vluchten, maar dat is niet gelukt. Als er iemand gearresteerd werd, was er ook altijd een huiszoeking. Daarom werd al het bewijsmateriaal goed verstopt. De radio bijvoorbeeld. Op 13 mei 1943 moesten alle Nederlanders hun radio inleveren. Dit hebben wij niet gedaan. Mijn vader maakte telkens een verslag van wat hij hoorde op Radio Oranje en gaf dit door aan anderen. Door de jaren heen heb ik weinig angst gekend. Het had geen nut om bang te zijn. Je kon er toch niks aan doen. We waren wel oplettend, maar meer niet. Ook hebben ik en mijn vrienden wel eens kleine pesterijtjes tegen de Duitsers uitgehaald. Zo draaiden we de richtingaanwijzers van de Duitsers om, zodat ze de weg kwijtraakten. Altijd stiekem natuurlijk. Dat was ons verzet. Ik denk niet vaak terug aan deze tijd, omdat het voor mij eigenlijk allemaal goed is afgelopen. Mijn broer Willy heeft het er wel heel moeilijk mee gehad, na zijn gevangenschap en nog jaren daarna. Een echt oorlogstrauma. Op 27 oktober, de dag dat Bergen-op-Zoom werd bevrijd, ga ik nog altijd naar het bevrijdingsmonument. Dan denk ik terug aan de mindere, maar ook de betere tijden. Zoals een paar dagen na de bevrijding van Bergen-op-Zoom, toen ik met een Joodse vriend die de oorlog had overleefd, Sam de Bruin, door de stad ben gaan wandelen. Iedereen die we tegenkwamen was dolblij om hem weer te zien. Zoiets bijzonders vergeet je nooit meer. Je hebt het meegemaakt, het zit in je hoofd en daar is niks meer aan te veranderen. Mijn naam is Ben. Dit is het verhaal van mijn opa. En zo vertelde Ben de belevenissen van zijn opa. Krijgt hij een schouderklopje. Mooi moment. Ook een manier om ja, zo ver na de oorlog het verhaal te vertellen en door te geven aan nieuwe generaties.